Ik ga in dit filmpje laten zien hoe je een variabele kan vrijmaken. En dat doen we door eerst te kijken naar de balansmethode, dan te kijken naar omgekeerde bewerkingen. En ik begin eigenlijk met wat voorbeelden die je op het eind van het filmpje kan aanklikken. En dan kan je kiezen van welk voorbeeld je de uitwerking wil zien. Hier zijn die voorbeelden. Stel dat dit de formule is die je hebt en je wil weten hoe v is, hoe je v kan uitrekenen, dan... Nou, hoe moet dat dan, hè? Of r uit sinus i gedeeld door sinus r is n. Of je wil die eerste weerstand weten van die parallelschakeling. Of je wil de massa weten van een massaveersysteem. Of de afstand tussen de geluidsbron en de toehoorder. Nou, het wordt steeds ingewikkelder zoals je ziet. En daar hebben we een methode voor nodig. Nou, die methode die heet de balansmethode. En die berust erop dat wat ik links doe, dat ik dat rechts ook doe. Dus als ik links met 2 vermenigvuldig, dan moet ik rechts ook met 2 vermenigvuldigen, want dan is het in balans. Daarvoor beginnen we met een vergelijking. En je kan je voorstellen dat je een doos hebt en dat in die doos een koe zit. Dan is een doos, nou ja, het is niet precies hetzelfde als een koe, maar we gaan er nu even vanuit van een doos is een koe. Als ik nou 2 dozen heb, dan heb ik dus ook 2 koeien. Wat ik doe, is eigenlijk in balans. Ik vermenigvuldig links met 2 en dan moet ik rechts ook met 2 vermenigvuldigen. Dan heb ik hier 2 koeien. Wat ook kan, is dat ik een doos heb en ik heb een hond. Dan weet ik dat ik in totaal een koe en een hond heb. Wat ik links doe, doe ik rechts ook en dat is de balansmethode. Nou, die balansmethode is handig in combinatie met omgekeerde bewerkingen. En we gaan er hier een aantal bij langs. Eigenlijk gaan we ze allemaal bij langs van de algebra. We hebben bijvoorbeeld een vergelijking x plus a is b. Nou, dan kunnen we die herschrijven als x is b min a. En hoe doen we dat dan? Hier het voorbeeld uitgewerkt. We hebben x plus a is gelijk aan b. Als we aan deze kant a eraf trekken en we doen dat aan de andere kant ook, dan zien we, ik heb hier plus a en min a, dat mag ik tegen elkaar wegstrepen. Of, daar blijft niks van over. Dus dan heb ik hier alleen nog maar x en dan heb ik aan de andere kant b min a. En dat is precies wat ik wil. Dus wat ik links doe, doe ik ook rechts en dat noemen we de balansmethode. Nou, hetzelfde voor als ik hier x min a heb, kan ik aan beide kanten a erbij optellen. Met vermenigvuldigen en delen gaat het als volgt. Ik heb hier bijvoorbeeld a maal x is b. En de omgekeerde bewerking van vermenigvuldigen is delen. Dus als ik beide kanten deel door a, dan ben ik aan de voorkant mijn a kwijt. En dan komt hij er daar bij. Oftewel, in uitwerking, als ik deze kant vermenigvuldig met a, moet ik dat aan deze kant ook doen. En dan heb ik hier x delen door a vermenigvuldigen met a. Dat is zoiets als ik heb een getal en ik deel het eerst door 2 en dan vermenigvuldig ik met 2. Nou, dan heb ik uiteraard dat getal weer terug. Dus dan blijft er alleen maar x over. Dus x is ab. De omgekeerde bewerking van delen is vermenigvuldigen. Nou, zo hebben we ook natuurlijk andersom. Hè? Als je delen door, dan kun je vermenigvuldigen met. De volgende is omkeren. Dat is eigenlijk niet zozeer een omgekeerde bewerking, maar is toch wel zo handig dat ik hem in het rijtje heb opgenomen. Ik heb hier bijvoorbeeld a gedeeld door x is b gedeeld door c. Nou, als ik beide kanten omkeer, dus ik draai de teller en de noemer op, dan mag dat eigenlijk. Hier met een getallenvoorbeeld. Ik heb hier 2 gedeeld door 4. Dat is hetzelfde als 3 gedeeld door 6. En dan is ook 4 gedeeld door 2 hetzelfde als 6 gedeeld door 3. Ook een hele handige bewerken. Nou, hetzelfde voor kwadrateren en voor worteltrekken. Ik heb het kwadraat. Nou, als ik beide kanten de wortel neem, dan heb ik hier die x vrijgemaakt. En andersom ook. Dan de wat ingewikkeldere bewerkingen. Als ik x tot de macht iets heb, dan kan ik ook de zoveelste macht wortel van beide kanten nemen. Of als ik de zoveelste macht wortel van iets heb, kan ik het tot de macht zoveel doen. Voor sinus, cosinus en tangens is er een asinus, wordt die soms genoemd, of een sinus min 1, een omgekeerde bewerking
Daar gaan we verder niet zo diep op in op hoe die er nou uitziet. Behalve dan dat je hem moet kunnen gebruiken. Dus check dat je die hebt op je rekenmachine. Voor exponent en logaritme geldt dat als je g tot macht x hebt, dan kan je de g-log van beide kanten nemen. En zo die x vrijmaken. Of als je de g-log van x hebt, dan kun je beide kanten g tot de macht nemen. En dan maak je de x vrij. En hier hebben we eigenlijk hetzelfde, maar dan voor de natuurlijke exponent en logaritme. Oftewel e machten en de ln. Natuurlijke logaritme. Hier nog een keer die afleiding van de g-log van x. Ik heb er 3-log van x genomen. Die is gelijk aan i. En hoe kunnen we dan x opschrijven? Nou, ik had gezegd, je neemt aan beide kanten de omgekeerde bewerking van 3 tot de macht. Dat is de 3-log. De 3-log aan beide kanten nemen. Dus dan heb ik hier de 3-log van 3 tot de macht x en hier de 3-log van i. Om nou te snappen wat hier staat, gaan we even kijken naar wat de log ook al is. Nou, de g-log van a is m, zegt welke macht m moet ik bij g zetten om a te krijgen. Oftewel, g tot de macht m is a. Dus hier staat eigenlijk welke macht moet ik bij 3 zetten om 3 tot de macht x te krijgen. Nou, dat is eigenlijk nogal voor de hand liggend. Welke macht moet ik bij 3 zetten om 3 tot de macht x te zetten? Nou, als ik 3 tot de macht x doe, dan krijg ik natuurlijk 3 tot de macht x terug. Dus het antwoord van dit is x. En dat zie je hier, in één keer van daar naar daar. Die stap kan je natuurlijk zetten als je de logaritme goed snapt. Maar ik heb hier nog een andere afleiding waarbij ik het met rekenregels van logaritmes doe. Als ik hier logaritme iets tot een bepaalde macht heb. Ik heb hier bijvoorbeeld a tot macht b. Dan mag ik ook die b ervoor zetten, vermenigvuldigen met. Dus dat heb ik hier gedaan, de x ervoor gezet. En hier de g log van g, als ik de log van iets neem, als dit hetzelfde getal is, dan is dat gelijk aan 1. Dus hier wordt het 1 en dan blijft er hier x over, zoals ik in het begin al had voorspeld. Dus dat is de afleiding ervan. Oké, dus de omgekeerde bewerkingen hebben we gehad. We hebben de balansmethode gehad. En als het goed is, ben je nu bekwaam in het vrijmaken van een variabele. Dus balansmethode, omgekeerde bewerkingen. En nu gaan we naar de voorbeelden toe. Je kunt nou een van de voorbeelden aanklikken en zien hoe die uitwerking gaat.